De presidentiële monitoringsgroep voor mensen met een beperking besprak met het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting de impact van vertraagde subsidieuitbetalingen voor zorginstellingen en mensen met een beperking. Minister Ines Pané erkende de problemen en kondigde verbeteringen in de uitbetalingsprocessen aan. Een ad hoc werkorgaan wordt opgericht om de subsidieproblemen diepgaand te analyseren en duurzaam op te lossen, met als doel betere ondersteuning en levenskwaliteit voor mensen met een beperking. Suriname nam deel aan het 14e High-Level Forum on Korea-Caribbean Partnership in Seoul, gericht op landbouwsamenwerkingen en voedselzekerheid. Ambassadeur Pik Fung Ho Chong en LVV-directeur Anantram Kisoon Singh benadrukten het belang van handel, investeringen en de rol van de Korea International Cooperation Agency, KOICA. Klimaatverandering en slimme landbouwtechnologie stonden centraal, met bijdragen van 7 Caribische landen en Koreaanse experts. Het platform Reissector heeft op 8 november een schenking van $18.900 ontvangen van de Nationale Ontwikkelingsbank Suriname. Het geld is bestemd voor het inhuren van een consultant die een neutraal en transparant kostprijsmodel voor rijst en rijstproducten zal ontwikkelen. ProPlan Consultancy, onder leiding van econoom Winston Ramotar Singh, is gekozen voor het project. Het model is bedoeld om een eerlijke inkomensverdeling tussen producenten en verwerkings- en exporteurs te realiseren. De overeenkomst heeft een looptijd van 3 maanden.